Anne Vera Geitenbeek uit Eindhoven heeft mazzel gehad. Over 4 weken begint ze met haar studie vrije tijdsmanagement in Breda. En na lang zoeken heeft ze op het laatste moment toch nog een kamer gevonden. Maar daar moet ze dan wel flink voor in de buidel tasten. 430 euro. Ruim 430 euro. Zo. Ja, ja, het is wat, maar ik vind dat ik er wel heel wat voor terugkrijg. Dan maar een extra bijbaantje. Ja, ja, dat wel. Ja. Ik heb er 2 nu, dus, maar ik vind het allebei superleuk. Ik denk dat ik het wel ga redden. Anne Vera is niet de enige die zoveel moet betalen voor zo'n kleine ruimte. Een gemiddelde studentenkamer in Breda kost komend studiejaar maar liefst 342 euro. Ook in de rest van Brabant is het voor studenten niet makkelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Roel Verschuiten uit Eindhoven is al een jaar op zoek naar een kamer. Maar hoewel hij dagelijks verschillende kamersites afstruint, heeft hij nog steeds niets betaalbaars gevonden. Ja, die kreeg ik net binnen. 12 minuten geleden. Weer afgewezen. In Tilburg kost een kamer gemiddeld 314 euro. In Eindhoven ben je 309 euro kwijt. En in Den Bosch betaal je 307 euro voor een studentenkamer. Brabantse gemeentes proberen van alles om de woningnood onder studenten en de prijzen van studentenkamers aan te pakken. Ook kantoren die leeg staan. We zijn met een paar partijen in gesprek om 2 kantoren om te bouwen voor kamerbewoning. Nou, dat zou eigenlijk een hele goede stap zijn. Maar van die maatregelen gaan de mensen die komende maand al met hun studie beginnen waarschijnlijk nog niet profiteren. Ik verwacht eigenlijk binnenkort nog niks te vinden. Want iedereen die nou begint met de studie is inderdaad hard aan het zoeken en het aanbod is dan veel minder. Doei!